Goedemorgen, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza van vrijdag 12 oktober. Vannacht vielen er vooral in het zuidwesten enkele buien, maar inmiddels is het overal droog. Vanochtend liggen de temperaturen tussen 15 en 17 graden bij een matige zuidenwind. Er zijn af en toe wolkenvelden, maar er is ook geregeld zon. Ook vanmiddag is er geregeld zon. De temperaturen lopen dan verder op naar 20 graden op de Wadden tot 24 graden in het oosten en in Limburg. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Er stroomt een warme lucht uit over het land, waardoor de minima wel hoog uitvallen met 14 tot 16 graden. Morgen wordt dan een stralende herfstdag, met veel zon en nauwelijks bewolking. Misschien dat er af en toe wat hoge sluierwolken overtrekken. Het wordt 24 graden aan zee, tot 25 of 26 graden in het binnenland. In Limburg zou het zelfs lokaal 27 graden kunnen worden. Zondag komt er helaas wel een einde aan het mooie nazomerweer. De warmte wordt dan vanuit het westen verdreven met buien. Voor de buien uit kan het nog wel ruim 20 graden worden. Daarna wordt het wisselvalliger weer en een stuk minder warm met 15 tot 18 graden. Ik ben Hanneke Luiting van Weerplaza.